Meneer Van Marle, als ik zo langs het fietspad, langs het kanaal rijd en ik kijk naar dat Excel Business Park, dan ligt het een beetje stil, lijkt me. Nou, er zijn al wat bedrijven gevestigd, dus het is niet helemaal stil. En recent is daar Looms bijgekomen en de uitbreiding van Vivegem. Plus dat we in gesprek zijn met een aantal partijen die zich daar die toch op korte termijn de beslissing willen nemen om zich op het Excel Business Park te vestigen. Ja. We zijn daar ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen. De kade was klaar, ik denk drie kwart jaar geleden. We hebben de kraan daar neergelegd. Echter, de vergunningen zijn nog niet helemaal rond. En dat komt een beetje omdat eigenlijk de gronden wat te vroeg uitgegeven zijn. Er wonen nog een aantal mensen daar op dat gedeelte van het Excel-park. En de normale gang van zaken is dat eerst de mensen uitgekocht worden en dat dan de grond uitgegeven wordt. Hier is het vanwege andere redenen andersom gegaan. En wij hadden verwacht, nou, dat loopt zijn vaart wel. En die mensen die verdwijnen daar wel. En dan kunnen wij onze vergunning verder voortzetten. Wij zijn nog steeds in gesprek met Eurol en ook met CTT die zich daar willen vestigen. Maar er moeten wel allerlei procedures worden doorlopen en daar zijn we nu mee bezig op dit moment. Ja, en dan zie ik die ontsluitingsweg, hè, naar die laad- en loskade. Nou, daar is men toch wel mee bezig. Dat klopt, omdat als de beslissing eenmaal is genomen dat CTT en Eurol zich te kunnen vestigen, dan willen we ook dat die weg daar ligt, dat die bedrijven zijn ontsloten vanuit de kade en dat ze vanuit de kade van het terrein af kunnen via die ontsluitingsweg. Daar streven we naar om dat tegelijk te laten lopen. Ik heb nog steeds vertrouwen en ik moet zeggen het hele DB van het Excel Business Park heeft nog steeds vertrouwen in dat park. Het is tot stand gekomen in de tijd dat de recessie begon. Dus we zijn in een lastige periode zijn we ingegaan. Maar ik moet zeggen, ik zie wel lichtpuntjes. Ja. Is het ook te merken dat de recessie terugtreedt? Dat niet zozeer met betrekking tot Excel Business Park, maar wel met andere vragen van ondernemers of voor verplaatsingen naar een grotere ruimte. En die plek die ze verlaten wordt dan weer ingenomen door andere bedrijven. Dus op die manier zie je wat meer vraag en ook wat meer beweging komen.